Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het spiritueel ego. Misschien hebben jullie daar al eens van gehoord of kan je daar zelf wel iets bij voorstellen. Maar dus vandaag wil ik het daar eens over hebben, omdat daar ook heel wat valkuilen eigenlijk aan gekoppeld zijn. En soms hebben we het gewoon zelfs niet door, zien we het gewoon niet. En daarom vandaar nog eens deze video. Ik heb ooit, ik denk in 2019, ergens er een blog over geschreven. Ik heb het opnieuw opgenomen, omdat ik vind dat het ook nu weer belangrijk is om het nog eens naar boven te halen. En bovendien had ik er ook nog geen video over gemaakt. Dus dacht ik van twee vliegen in één klap. Nu, wanneer je eigenlijk in het proces zit van ontwaken, dan zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk het ontdekken is van je ware aard door het pad naar binnen te wandelen. Dus door eigenlijk naar iedere keer naar binnen te keren. En hierbij zet je ook stappen om meer en meer eigenlijk uit de illusies te gaan treden. De illusies die je zelf gecreëerd hebt en dat we ook eeuwenlang eigenlijk geleefd hebben. En tijdens jouw transformatie, dan is eigenlijk jouw innerlijke gevoel jouw GPS. Want door de verschuiving in bewustzijn, dus eigenlijk in het verhogen van jouw energie, ga je ook meer en meer dingen gaan zien. Je gaat echt anders gaan kijken naar hoe dat je reageert op dingen, hoe de anderen reageren, hoe de andere mensen denken. En in het begin is dat wel lastig, omdat heel veel dingen plots anders gaan verlopen. Je hebt eigenlijk een andere waarheid gekregen, omdat je veel meer dingen ziet, veel meer kan begrijpen van waaruit en waarom dan dingen gebeuren. En dat maakt dat we dan tegelijkertijd ook geconfronteerd worden met twijfel, met onzekerheid en voornamelijk ook met een gebrek aan zelfvertrouwen. Want jouw ego, die is er eigenlijk om jou te beschermen. En dat maakt dat het bewandelen van dat pad naar bewustwording eigenlijk niet zo gemakkelijk is. Want jouw pogingen om eigenlijk jouw ego te integreren en ten dienste van je hart te laten werken, die lijken op die manier soms te vergeefs. Bovendien, naarmate je dus jouw energiefrequentie verhoogt, dan ga je ook te maken krijgen met dat spiritueel ego, zoals dat ik daarnet over gesproken heb. En spiritueel ego, dat werkt eigenlijk nog verfijnder dan het aardse ego. En dat ga je merken wanneer je zelf veel meer gaat groeien, ga je eigenlijk ook veel sneller ook zien wanneer dat iemand inderdaad in het aardse ego zit, wat het obvious is of zo duidelijk is. En dan wanneer dat mensen eigenlijk meer in dat spirituele ego zitten en zichzelf nog steeds afgescheiden zien en zichzelf nog beter zien dan anderen. Nu, langs de ene kant is het ontwikkelen of het er zijn van dat spirituele ego wel een goed teken, want het is een feit dat je dan inderdaad al in dat pad van bewustwording zit en dat je eigenlijk op de goede weg bent. Maar loop ook niet in het valkuil ervan. Het blijft een ego. Het blijft jou afscheiden van de rest. En dat is niet de bedoeling. En daaraan gekoppeld ga je ook zien, en dat was ook vorig jaar heel duidelijk, naar aanleiding van de pro-vacciners en de negatieve, hoe zeg je dat? Ja, degenen die ervoor en degenen die er tegen waren. Zie je binnen de spirituele community eigenlijk die spirituele versplintering ontstaan. Maar tegelijkertijd ook meesterschap door spirituele leraars. Ook gekoppeld daaraan, afhankelijkheid van een bepaalde leraar, eindeloze sessies bij een psycholoog zelfs. Zelfs ook dat zou je daaraan kunnen koppelen. Dat zijn allemaal het resultaat van het spiritueel ego. Want wanneer je reageert vanuit het spiritueel ego, dan maak je nog steeds een onderscheid tussen jou en de rest. Dan zie je jezelf nog steeds als beter, meer ontwikkeld of wat het dan ook is, dan al diegenen die jou volgen of jouw klant zijn of waar dat je brood mee verdient of hoe dat je het ook wil zeggen. En dat is het verschil met een ware spirituele leraar. Iemand die echt dat in dat hogere bewustzijn geankerd is. En, want die zet dingen neer met de bedoeling om jou eigenlijk die verantwoordelijkheid terug te geven voor jouw groei. En zet eigenlijk. Is eigenlijk heel gewaar en heel bewust over het stukje afhankelijkheid van een leraar zijn. Dus afhankelijk van een leraar zijn. En dus een ware spirituele leraar gaat eigenlijk alles in het werk stellen om je zo snel mogelijk los te laten. Omdat de enige taak van de spirituele leraar is eigenlijk jou ondersteunen. Zodanig dat jij op de momenten dat je zelf nog niet voldoende zelfvertrouwen hebt, of het zelf nog niet de voldoende tools hebt om alles alleen aan te pakken, om eigenlijk op dat moment met jou mee te lopen. Totdat jij de verantwoordelijkheid voor jouw groei volledig weer opnieuw op jou kan gaan nemen. En dus
wanneer je eindeloos iemand gaat gaan begeleiden en eigenlijk je afhankelijk van zichzelf maakt. Dus als jij als een klant en ja, een klant of een volger van iemand en jij voelt dat die probeert jou afhankelijk van hen te maken, stel dan even de vraag aan jezelf van hoeveel ben ik de laatste tijd nog gegroeid? Welke stappen heb ik nog gezet? Zit je nog in die groei? Zie je dat je nog dingen bijleert? Dan zit je nog goed. Dan moet je geen zorgen maken. Zeker niet als het ook nog goed aanvoelt. Want dat betekent dat je nog steeds nieuwe inzichten ontvangt en nog steeds nieuwe informatie ontvangt van die leraar, van die coach, van die persoon. Echter, wanneer je merkt dat je een bepaald afhankelijk gevoel gaat gaan krijgen, of zelfs eigenlijk minderwaardig gaat gaan voelen, of dat je zelf, jezelf de anderen ziet op een verhoog gaan plaatsen, of beter als wat dan ook, wees dan bewust dat je eigenlijk door dat te doen jezelf ontkracht. En dan is het echt belangrijk dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen groei, je eigen ziel eigenlijk en je eigen leven weer terugneemt. En dat je de moed hebt om door te gaan naar de volgende leraar, naar de volgende coach. Want dat is niet alleen zo met coach-coach relaties, hè, of healer en geheelde. Maar ook gewoon in andere relaties is dat ook zo. Wanneer dat, de relatie, wat dan je werkrelatie is, of een andere relatie, komt altijd op hetzelfde neer. Wanneer die ze net heeft gehad, dan ga je merken dat je er met veel minder enthousiasme in staat. Dat je het eigenlijk wat tegenop ziet en het eerder als een verplicht nummertje gaat gaan zien. En dan is dat zijn de tekenen om die mensen los te laten. Dat is ook iets waar ik voor mezelf ook heel bewust mee omga. Wanneer ik merk dat ik met iemand samenwerk en ik voel dat er iets is waar ik die persoon niet, op dit moment niet kan mee verder helpen, of dat we geen match zijn, of wat dan ook, dan ga ik dat ook heel en eerlijk doorgeven en aangeven aan die persoon, zodat dat ik die persoon geen geld en geen energie aan mij verliest, als het ware. Dus ik probeer dat ook zo zuiver mogelijk te houden. Want we zitten tenslotte allemaal in hetzelfde proces, in hetzelfde proces van ontwaking. Het enige verschil is dat de één dat we eigenlijk één voor één op een ander tempo zitten en op een andere manier aan het ontwikkelen zijn. Zeker ook bij klanten die tweelingvlammen zijn, zeg ik ook dat daar regelmatig opnieuw van vergelijk jezelf niet met anderen. Of mensen die spirituele onderneming aan het neerzetten zijn, vergelijk je niet met anderen. Jij hebt een andere energie, je bent hier met een ander doel. En misschien kan je inderdaad wat aansluiting vinden, maar dan nog ga je niet dezelfde dingen neerzetten, ga je het niet op dezelfde manier doen. Je mag dan nog dezelfde missie hebben. Het gaat niet op dezelfde manier geuit worden, want jullie zijn alle twee een andere veruitdrukking van de energie van diezelfde bron. En dat is goed, dat is de bedoeling. Dus daar blijf zo authentiek mogelijk aan jezelf en blijf zo goed als mogelijk vertrouwen op de leiding die je van jezelf ook doorkrijgt, die innerlijke leiding. En ik weet, in het begin is dat lastig, want we zijn nog onzeker en we hebben nog te weinig resultaten gezien in de realiteit om echt te weten van oké, het werkt. Maar dat is het proces, dat hoort er nu ook eenmaal bij. Nu, een ander iets waar je gaat merken is dat, en wat je ook al het laatste jaar gemerkt hebt, is dat sommige zielen er niet gaan voor kiezen, of er niet hebben voor gekozen om mee te doen aan die grote evolutie van de aarde en die ascensie en dat wakker worden en zo meer. En dat betekent ook dat je plots gaat kunnen merken dat je verder gaat gaan staan dan iemand dat je bijvoorbeeld voorheen volgde. Of iemand dat jou inspireerde, of zelfs iemand waar je ooit als een leraar zag. En daarom is het nog des te belangrijker om dicht bij jezelf te blijven en regelmatig te gaan evalueren van wat haal ik er nog uit? Voedt die relatie mij nog? Brengt het mij verder op mijn pad? Brengt het mij dichterbij de wensen en de doelen die ik wil bereiken? Ondertussen, om een voorbeeld weer te geven, heb ik zelf een aantal klanten die eigenlijk de achterstand, en ik doe zo omdat het eigenlijk geen achterstand is, ze waren gewoon ergens anders op het pad, maar die achterstand als het ware hebben ze ingehaald. En waardoor dat ze eigenlijk mij een stukje hebben ingehaald. En dat maakt dat ik hen ook zie en ervaar nog meer als gelijken. We zijn ook als gelijken gestart, maar met dat verschil dat ik gewoon al wat verder stond en wat meer ervaring had, waardoor ik hen verder kon helpen. Maar nu merk je dan ook dat ik kan, natuurlijk kan ik nog verder, hen verder blijven helpen, want ik ontvang ook boodschappen van mijn gidsen. En daar is het ook gemakkelijker wanneer je dan informatie moet ontvangen die voor iemand anders is, omdat je dan zelf veel minder emotioneel betrokken bent. Dus ook dan is het handig als je een team, als je een clubje mensen, of ook al is het maar één iemand, om je heen hebt waar je af en toe eens mee kan afstemmen.
De komende jaren zal ook nog duidelijker worden dat vele zielen eigenlijk op een natuurlijke wijze de overgang gaan maken. En dat is dus door te overlijden. We hebben het gezien doorheen de pandemie, dus doorheen de afgelopen jaren. En ook hier, het is niet nodig om daar angstig voor te zijn, of daar bang voor te zijn, of bang om te zijn om geliefden te verliezen. Want dat hoort eigenlijk allemaal tot het natuurlijke proces van de evolutie. Bovendien hoef jij jezelf eigenlijk ook niet druk te maken, of dat je wel of niet gaat meegaan. Eerst en vooral, dat hoef je ook niet te weten. En ten tweede, het teken dat jij hier nu bent om naar deze video te kijken en dat je ook al 10 minuten naar mij opnieuw aan het luisteren bent of aan het bekijken bent, is eigenlijk voldoende bevestiging dat je wel zal meegaan. En dat spirituele ontwikkeling en ascensie eigenlijk een deel is van jouw zielsgroei. Eigenlijk één van jouw missies hier op aarde in dit leven nu. Nu, veel mensen hebben ondertussen al stappen gezet. Daar ben ik me heel bewust van. Maar echter moet ik er nogmaals op wijzen dat zielsontwikkeling en transformatie in deze tijd ook supersnel kan gaan. Hiervoor kan je gebruik maken van de maanstanden. Ik kan werken met kristallen. Ik kan verschillende healingsmethodes toepassen en werken ook met de universele vorm, zoals dat ik ook iedereen aanleer. Maar sowieso is het belangrijk dat je onthoudt dat werkelijke groei er pas kan komen van zodra dat je ook bewust bent over hetgeen wat je jarenlang voor je geborgen was. Dus dat is belangrijk dat je licht laat schijnen op je donkere kanten. Want het is zo belangrijk dat alle karma, alle trauma's uit dit leven, maar ook uit vorige levens getransformeerd worden. Voordat de vortex, de energetische poorten, zoals dat ze zo vaak ook noemen, voordat die gesloten worden. Ga je daar later niet mee kunnen ascenderen? Jawel, maar de omstandigheden zijn misschien anders, zijn iets lastiger of wat dan ook. Nu, hoe doe ik dat? Wel, net zoals ik leer aan iedereen die één op één met mij samenwerkt of die een traject zelfrealisatie loopt of volgt, is belangrijk dat je de problemen transformeert op elk vlak. Dus op structureel, fysiek, biochemisch, emotioneel, energetisch, mentaal. Dus echt op elk vlak. Want sommige problemen die zich fysiek tonen, hebben nu eenmaal zijn oorsprong uit vorige levens, of hebben zelfs een oorsprong op psychisch vlak. Dus het heeft niks te maken met dingen die je in het fysieke leven meegemaakt hebt. En dat is ook voor iedereen anders. En dat maakt dat het moeilijk en lastig is om collectief zaken te zeggen van, ah ja, als je die pijn hebt, dan wil dat zeggen en doet dat en het is opgelost. Nee, vaak zijn er nog heel veel zaken onder. En dat is hetgeen wat we ook doen in sessies die één op één, of de trajecten waar mensen met mij doorheen gaan. Want door enkel fysiek en emotioneel te gaan werken, ga je ook nooit die balans kunnen bereiken waar je ziel eigenlijk werkelijk naar verlangt. Verder is het ook belangrijk dat je leert controle te krijgen over je gedachten. En dat is ook een van mijn stokpaardjes, want het is zo belangrijk dat je echt meester wordt over je mentale lichtlichaam. Want daar zitten niet alleen de grootste valkuilen en schaduwen verborgen, dus ook hier weer de waarschuwing, maar daar zit ook je sterkste kracht. Daar zit ook je manifestatiekracht. Als jij nu dingen wilt manifesteren, wilt aantrekken en je hebt het nog niet gekregen of er zijn nog geen resultaten zichtbaar daarvan, 9 op de 10 is er ergens een overtuiging die dat blokkeert, die ervoor zorgt dat jij dat saboteert en eigenlijk die wens niet naar binnen laat komen. Dus waardoor dat je eigenlijk die frequentie om de realiteit, je wens in de realiteit te ervaren, dat daar een verschil nog in zit. Dus dat je daar nog niet de juiste frequentie hebt bereikt door de gedachten, dus door de beperkende gedachten die je hebt. Dus ook hier, want ik wil ook de video niet te lang maken, maar durf de ondersteuning te vragen die je op dit moment nodig hebt. Jouw problemen hoeven niet groot te zijn. Je hoeft geen, dat kan natuurlijk, hè, dat zeg ik niet, die bij mij mag komen. Want er zijn mensen die met zware traumatische problemen ook bij mij vooruit gaan en weer geholpen worden. En dat uiteindelijk en eindelijk kunnen volledig achter zich laten. Waar de andere therapieën dan misschien minder of nooit geholpen hebben. Maar ook hier, wanneer je met vragen zit of meer inzicht wilt van, maar ja, hoe zit het nu allemaal in elkaar? Of wat maakt, wie ben ik? Zelfs die hele belangrijke basisvragen. Vaak als je daar al antwoorden op hebt, dan kan je weer een aantal stappen verder zetten in je bewustwording. Want het is belangrijk dat je weet wie dat je bent, voordat je weet wat je kan gaan doen, of wat je wilt doen, of wat je wilt in je leven, of waar je dankbaar voor bent, of wat dat dan ook maar is. Ik zie 11-11, dus dat is ook weer een teken dat jouw team en je gidsen bij jou aanwezig zijn nu op dit moment ook. Terwijl je nu aan de video aan het kijken bent. Dus ja, het is nu ook eenmaal een feit dat nog niet iedereen even wakker is. En ook dat is oké. Okay. Ook dat moeten wij als wakkere mensen leren accepteren, leren aanvaarden. En ook begrijpen dat iedereen daar ook zijn eigen tempo en zijn eigen processen in heeft. Ik heb mensen waar ik 3 maanden mee samenwerken en dat ik dan een tijdje niet meer hoor en dat de nadelen ook weer terugkomen. En dat is oké. Okay.
Ik heb mensen die starten met trajecten, die er in één keer doorheen vliegen en echt een enorme doorbraak zien in hun leven. En ik heb dan anderen die het echt in stukken doen, die echt in verschillende fases doen. En ook dat is oké. Okay. Het groepstraject zelfrealisatie is opgezet in 9 weken. Maar ik weet, en ik ben me daar ook bewust van, dat 9 weken niet voor iedereen voldoende is. Dat er soms ook meer zaken tegelijk. Want die transmissie die je krijgt, die zet ook heel veel dingen in gang. En als je inderdaad heel nieuw en heel fris en vers en als beginneling aan dat pad bezig bent, dan kan dat heel wat zijn. En heel wat vragen van je fysieke lichaam ook om al die dingen los te laten, om al die dingen te verwerken, om al die emoties die overheen komen, al die nieuwe informatie die komt, al die nieuwe wijsheid gaan integreren, al die nieuwe lichtcodes die geactiveerd worden. Dus dat kan inderdaad heel wat zijn. En zeker als je dan nog bijvoorbeeld nog een betaalde job hebt en niet altijd de tijd hebt om de rust te nemen wanneer dat eigenlijk nodig zou zijn, dan maakt dat extra lastig en uitdagend. Maar ook hier weer, dat hoeft niet zo te zijn. Het kan eenvoudig, het kan moeitelozer. Dat heeft ook weer verbonden en dat is ook weer verbonden met de bewustwording en de gedachten die je hebt erover. Dus je kan echt zelf kiezen hoe dat jij jouw realiteit en jouw wereld vormgeeft. En dat zijn dingen die ik leer in alle diensten die ik aanbied. Ik zou zeggen, ben je al iets verder in jouw eigen spirituele ontwikkeling, dan is ook de training Manifesteren met Elementen een aanrader voor jou als je echt nu wil die meester-creator gaan worden. Want daar gaan we een level hoger eigenlijk. Maar als je echt nieuw bent in het hoe omgaan met transformeren, hoe omgaan met diepe emoties en trauma, dan raad ik jou aan om eerst het traject zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn te volgen, omdat je daar dan eigenlijk ook weer de basis krijgt. Je krijgt heel veel tools mee, die je dan ook sowieso weer bij het manifesteren gaat gaan gebruiken. Nu, wat dat je ook doet, wat dat je ook beslist, investeer in jezelf. Tijd, energie en dus ook geld. Geld is ook energie. Maar je doet er niet alleen jezelf een dienst mee. Het is van belang voor de evolutie van de volledige planeet. En dat wil dus ook zijn voor jouw geliefden. Dus onthoud ook dat je hier niet alleen bent. Want ik weet als je als de eerste wakker wordt in je familie, dat nogal eenzaam en onwennig en heel uitdagend en lastig kan zijn. Want er is eigenlijk niemand die je begrijpt. En zoals ik zelf ook al gezegd heb, en gisteren ook nog een andere klant en collega, die zei: Wordt dat geld, gaan mijn familie mij als gek verklaren en gaan ze mij willen interneren. Nu weet je ook dat als die angst, die gedachte speelt, dat je ook daarin beschermd wordt. Dus daar hoef je eigenlijk geen aandacht en geen energie aan te geven, want je wilt dat ook niet manifesteren. Nu, maar weet ook dat de familie van jouw ziel veel groter is dan jouw biologische familie. En dus ook hier zou ik zeggen, hou je blik open. Denk outside the box. Want door zelf proberen de oplossingen te bedenken en je dromen in te vullen en te forceren, dan beperk je eigenlijk jouw kansen op een fantastisch leven. En zorg er enkel maar alleen voor dat eigenlijk alles uitgesteld wordt en veel lastiger en moeilijker is dan dat het allemaal bedoeld is om te zijn. Nu ook hier, als je daar meer weet over te leren, bekijk dan de videoserie over manifesteren of volg onmiddellijk de training Manifesteren met Elementen. Ben je echt nog iets nieuwer op het pad van bewustwording, dan is het. Dan kan je eigenlijk zelfs ook beginnen met het e-book, waarin dat je le meer leert over wat dat er juist precies gaande is, wat dat eenheidsbewustzijn is en zo meer. Daar ook, zijn er ook heel wat healingen en transmissies al in opgenomen. Weet je daar al iets meer over, dan nodig ik je zeker uit om met mij samen te werken via het groepstraject. Sinds dit jaar is ook de mogelijkheid om het groepstraject te koppelen met individuele sessies. Dat kan je zien op de pagina op de website, welke mogelijkheden er dan zijn. Dus zodanig dat ik hoop dat op die manier voor iedereen iets wils of voor iedereen het traject kan aanbieden die bij jullie passen. Zo, dat was het voor nu. Ik weet niet over wat dat morgen gaat gaan. Dat gaan we wel zien. Maar ik wens je in ieder geval een hele fijne einde van de week. Een heel fijn weekend, mochten we elkaar niet zien dit weekend. En als er iets is, of als je denkt dat ik jou ergens mee van dienst kan zijn, aarzel dan niet om mij een mailtje te sturen. Als het niet kan, of het lukt mij niet, dan ga ik dat ook heel eerlijk meegeven. Want zo helpen we elkaar allebei verder. Zo, dat was het voor nu. Ik wens je een fantastische dag verder. En kies gewoon om een leuke, blije dag te hebben en zie wat er gebeurt.
Dag.